ik denk toch ook dat het in deze periode niet heel goed is als je nog steeds elke week met iemand anders seks hebt. Maar alsnog, helemaal zelf weten als je dat wel wil doen. Maar denk vooral even aan mensen om je heen. Breng anderen niet in gevaar, bla bla bla. Je snapt het wel. Maar goed. Ik was eigenlijk wel benieuwd naar hoe iedereen seksleven is veranderd naar aanleiding van deze coronacrisis. Of het feit dat we met z'n allen toch wel een soort van in quarantaine moeten zitten. Is jouw seksleven positief veranderd of negatief? En waar ligt dat dan aan? Ik was daar heel erg benieuwd naar en ik heb dat dus aan mijn Instagram-volgers gevraagd. En ik merkte bij mezelf ook wel wat veranderingen in mijn seksleven. En ik denk dat het wel interessant is om vooral te belichten dat het gewoon voor iedereen anders kan uitpakken. En dat je dan ook vooral niet de enige bent met hoe deze situatie invloed heeft op jouw seksleven. En wat je daar dan zelf van vindt of hoe je je daarbij voelt. Voordat ik deze video begin wil ik jullie laten weten dat ik een boek heb geschreven. En die kan je al reserveren op bol.com. Of als je hem liever bij jouw lokale boekhandel koopt. Dan moet je even wachten tot 3 juni. Want op 3 juni komt mijn boek uit. Je vindt de link van bol.com in ieder geval in de beschrijving. Relaties staan gewoon best wel onder druk, denk ik, in deze situatie. En daardoor misschien je seksleven ook. Of zeg maar je seksleven en daardoor misschien je relatie. En als je misschien geen relatie hebt, dan staat je seksleven misschien ook wel onder druk. Of dus juist eigenlijk niet. Want waar is je seksleven gebleven? Ik denk dat iedereen dit totaal anders ervaart. En ik heb er ook een bepaalde visie op. Maar ik heb vooral aan mijn Instagram-volgers gevraagd hoe zij het hebben ervaren. En of dat positief of negatief was en waar dat dan aan lag. En het leek me leuk om dat met jullie even te bespreken in deze video. Zodat jullie ook een beetje een beeld hebben. En vooral als jij in een bepaalde situatie ziet. Dat je misschien voelt dat je toch niet de enige bent. Met dat bijvoorbeeld je seksleven wat minder is geworden. Of juist helemaal is ontploft. En ik kreeg mega veel reacties. Ik had in mijn story zo'n tekstwolkje gezet van hey, laat mij even weten of jouw seksleven positief of negatief is veranderd. Wat ik er in ieder geval gelijk kon merken is dat het enorm verschilt. Ik denk dat het ongeveer 50-50 is van mensen waarbij het negatief is uitgepakt en positief. Wat op zich opvallend is. Want ik denk dat de eerste aanname zou zijn, door de coronacrisis, iedereen zit met elkaar thuis, dus iedereen gaat vet veel neuken. Ik denk wel dat dat een beetje de standaard is wat mensen dan dus denken. Maar ook is het denk ik een soort vooroordeel dat er dus gedacht wordt van mensen die samenwonen zitten de hele tijd op elkaars lip, dus meer relaties gaan kapot. Dat kan natuurlijk ook. Dus het zijn een beetje die twee uitersten. Maar dan hebben we het alleen nog maar gehad over de relaties en mensen die samenwonen. Wat in mijn geval het geval is. Ik woon samen. En wij zijn echt de hele dag samen thuis. Mijn vriend werkt thuis, ik werk thuis voor zover ik nog kan werken. Ik doe wel een beetje wat van werk. Maar ik heb veel minder werk. Maar goed, we zijn de hele tijd samen thuis. En dat zorgt natuurlijk soms voor spanningen. En dat is helemaal niet erg, want dat is ook heel logisch. Maar dat kan natuurlijk ook invloed hebben op je seksleven. En, maar goed, dat hangt natuurlijk van verschillende dingen af. Of je een daadwerkelijke relatie hebt en dus samenwoont. Of niet een relatie hebt en niet samenwoont. Of misschien ben je wel single en heb je dus helemaal niet de mogelijkheid om überhaupt met iemand te seksen. En dan heeft het er misschien ook nog mee te maken of je werk misschien wel gewoon doorgaat. Dus voor sommige mensen is er misschien helemaal niks veranderd. Die gaan gewoon nog elke dag naar hun werk omdat ze een vitaal beroep hebben en zien elkaar alsnog niet constant of zitten niet de hele tijd op elkaars lip als in het geval van dat je samenwoont. De mensen die positief zeiden, die hadden bijvoorbeeld als argument van nou, ik ben nu heel veel samen met mijn partner en we hebben heel veel tijd voor elkaar. Dus daarom hebben we ook de tijd voor seks. En de tijd om nieuwe dingen te proberen bijvoorbeeld. Nou, dat is natuurlijk heel positief en fijn voor je relatie. En ik snap dat ook heel goed. Want je hebt misschien minder stress, minder druk. Omdat je bijvoorbeeld helemaal niet meer hoeft te werken. Of misschien woon je niet samen, maar heb je allebei nu geen werk. En heb je daardoor veel meer tijd om elkaar te zien. Ja, door het feit dat jullie elkaar vaker zien, kunnen jullie ook vaker seksen. En daarbij komt dan bijvoorbeeld ook, je bent minder energie kwijt aan andere dingen. Zoals bijvoorbeeld heftig uitgaan, drankjes doen met vriendinnen, shoppen, alle andere hobby's die je normaal doet en je werk. En daardoor ging er al heel veel energie daar naar uit. En dat heb je nu allemaal niet meer. Dus hou je veel meer energie over voor seks. Hier las ik ook wel een leuke. Doordat we de hele dag samen zijn, dagen we elkaar veel meer uit. Nou, daar zit ook wel wat in. En ik denk vooral als je voor de coronacrisis elkaar bijna niet zag en nu wel, dat echt in het begin super, super fijn en leuk en intens kan zijn. Dat is net een beetje als dat je bijvoorbeeld voor het eerst samen woont. Als je voor deze tijd, daar gaan we het nu echt ook over hebben, voor corona, na corona. Maar goed, voor corona, als je al veel bij elkaar was en elkaar veel zag en ja, gewoon al veel tijd samen doorbracht en dat is nu nog meer geworden, dan kan dat dus misschien juist wel weer negatief uitpakken. Hier heb ik ook een mooie. Onze seks is niet per se qua hoeveelheid seks verbeterd, maar we hebben er beide meer mindspace voor. Dus
ik denk dat ze dan niet per se meer... Ja, ze hebben dus niet meer seks, maar ze nemen er wel, als ze seks hebben, meer de tijd voor. Ja, zoals ik net ook al een beetje zei, sommige mensen hebben minder stress en minder prikkels, waardoor je dus ook meer ruimte eigenlijk hebt in je hoofd voor seks. En hier heb ik er nog eentje. Veel langer seks, want veel tijd. Dus nou ja, alles komt wel een beetje op hetzelfde neer. En ik denk dat dit vooral geldt voor mensen die in een relatie zitten en of samenwonen. Niet per se altijd. Ik denk dat dit wel een beetje bevestigt wat ik voor in het begin van de video zei. Het pakt positief uit, want je bent veel samen, dus je hebt veel meer tijd voor seks. Vooral als je dat van vooraf eerder niet gewend was en dat nu wel hebt. Oké, dan heb ik de mensen die negatief hadden geantwoord even onderverdeeld in categorieën. Want eigenlijk bijna iedereen die vrijgezel is of single is, die bestempelt nu zijn of haar seksleven als negatief. Omdat er vrij weinig gebeurt. En dat lijkt me ook goed en verstandig. Weet je, ik probeer me dan in te beelden, oh ja, hoe was ik ook alweer toen ik vrijgezel was? En dan denk ik, oh ja, ik had soms echt wel periodes dat ik gewoon elk weekend op stap ging en elk weekend met iemand anders seks had. En dat kan nu gewoon niet. En ik denk dat ik daar best moeite mee zou hebben, maar ik denk toch ook dat het in deze periode niet heel goed is als je nog steeds elke week met iemand anders seks hebt. Maar alsnog, helemaal zelf weten als je dat wel wil doen, maar denk vooral even aan mensen om je heen. Breng anderen niet in gevaar, bla bla bla. Je snapt het wel. Maar goed. Voor de single mensen die vooral heel erg aangeven, ik heb heel veel behoefte aan seksueel contact, maar het kan dus niet. Daarvoor waren verschillende redenen en ik zal het even voorlezen. Want hier staat dus, ik woon thuis en ik kan dus nu geen seks hebben met mijn friends with benefits. Omdat we niet willen dat onze ouders het weten. En toen dacht ik, ja natuurlijk, weet je, als tiener, je bent misschien 18, 19 en je woont nog bij je ouders. En je hebt een seksbuddy, een friends with benefits. En normaal sprak je met elkaar af als je ouders aan het werk zijn. Maar je ouders zitten natuurlijk nu de hele dag thuis. En ja, ik weet niet of je het al helemaal aandurft om dan ergens buiten stiekem af te spreken of seks te gaan hebben. Is wel een hele leuke oplossing natuurlijk. Maar ik snap dit heel goed. Want ja, het is toch een beetje ongemakkelijk als je ouders thuis zijn. En je ouders mogen het überhaupt niet weten dat jullie elkaar misschien zien of seks met elkaar hebben. Dus dat is wel echt even een struggle. En dit is sowieso misschien een situatie dat als je met andere mensen woont, of met je ouders of met huisgenoten die de hele tijd constant thuis zijn, dan kan het dus inderdaad best wel een moodkiller zijn voor seks. Dus je weet je, ja, je bent toch altijd je bewust van er zijn andere mensen thuis. En misschien normaal was iedereen naar zijn of haar werk en had je veel meer de ruimte om dan even stiekem dat momentje te pakken als er niemand thuis was. Ik lees hier ook nog een leuke. Booty calls durven niet meer langs te komen. Nou ja, het lijkt mij eerlijk gezegd vrij logisch, maar het is natuurlijk wel een beetje kut. En de allergrootste reden, tenminste dat zou het voor mij zijn, niet op stap kunnen. Ja, ik denk toch wel dat ik mijn meeste seks fixte van op stap gaan, of tenminste een groot deel. Ik denk dat ik had ook altijd wel veel friends with benefits en dat soort dingen, maar of scharrels. Maar ja, door op stap maak je wel de enige nodige spanning mee en die valt nu gewoon totaal weg. En ik sprak ook een vriendin en die heeft toch ook wel een beetje zo'n, die mist het dan gewoon om aangeraakt te worden. En kijk, dat heb ik gelukkig niet, want als ik die intimiteit wil, dan kan ik die opzoeken en lekker knuffelen en gewoon aangeraakt willen worden wanneer ik dat zeg maar wil, omdat ik gewoon een partner heb waar ik eigenlijk altijd bij terecht kan. Maar als single, ik zou er ook moeite mee hebben. Ik snap het heel goed. Dan de negatieve ervaringen in een relatie. En ik kan me heel goed voorstellen dat dit ook wel een soort kwetsbaar is of zo. Want ik leef ook heel erg met het idee van hoe meer seks, hoe beter. En als je minder seks hebt, dan zit er iets niet goed of zo. En ik denk dat ik dat ook nu, ik wil dat ook tegen mezelf zeggen, omdat ik daar zelf nog steeds wel moeite mee heb. En daar schrijf ik ook wel een stuk over in mijn boek bijvoorbeeld. Oh, trouwens, mijn boek. Ja, de link staat in de beschrijving als je hem wil pre-orderen. Ik wil dat ook graag aan jullie meegeven van, de hoeveelheid seks staat niet gelijk aan de kwaliteit ervan of de kwaliteit van je seksleven. Maar goed, en echt op nummer 1 staat denk ik wel, en dat herken ik ook misschien wel een beetje, minder lust doordat je de hele dag samen bent. Weet je, je bent al zoveel samen. En daarbij komt natuurlijk ook nog dat heel veel mensen in deze periode misschien wat minder lekker in hun vel zitten. In een soort van the purpose of life een beetje kwijt zijn. Hun levensdoel een beetje, ja, toch maar een beetje thuis zitten en zo. En daardoor kan je dus ook minder zin hebben in seks. Die snap ik ook best wel goed. En aan de ene kant kan het natuurlijk zijn, je hebt meer energie over voor seks. Maar juist doordat je de hele dag niks doet, kan het ook zijn dat je juist dat al je energie al uit je slurpt. En dat er dus voor zorgt dat je juist geen zin hebt in seks. En daarbij brengt deze periode misschien juist ook wel meer stress met zich mee. Omdat je misschien moet thuiswerken wat je nooit gewend was. Of omdat je het ineens veel drukker hebt op je werk. Of juist angst om ontslagen te worden of zoiets. Weet je, stress rondom werk of wat dan ook. Weet je, de ene ervaart misschien wel veel meer stress en de ander veel minder stress. En de ene, die kan ook veel beter met stress omgaan en daardoor juist zin hebben in seks. En de ander heeft stress en daardoor geen zin in seks.
Dus dat werkt natuurlijk ook ontzettend verschillend. En nog een hele belangrijke waar ik misschien zelf niet zo bij stil had gestaan, omdat ik dat zelf niet zo goed herken. Maar stel je voor, je hebt een redelijk lange afstandsrelatie en je moet met het OV om elkaar te zien. Ja, dan is dat toch ook niet heel handig. Want je zou misschien ook kunnen denken, ja, maar waarom heb je dan geen... Nee, maar sommige mensen hebben gewoon geen beschikking tot een auto. En dan zijn ze gewoon echt afhankelijk van het OV. En dat lijkt me wel echt heel zwaar. Stel je voor, je moet 2 uur in de trein zitten en je zag elkaar normaal elk weekend. En dat kan nu niet. Dat lijkt me echt moeilijk. Want ja, het wordt wel gewoon afgeraden om met het OV te gaan. En dat is gewoon best wel ingewikkeld om daar zo op die manier dan een weg in te vinden, lijkt mij. Wat dat betreft ben ik misschien toch best wel blij dat ik samenwoon überhaupt. Dat ik niet in mijn eentje woon. Dat ik altijd iemand heb om iets mee te doen. Tegen te praten, mee te knuffelen. Gewoon even die basisbehoeften mee te vervullen, weet je wel. Maar toch, ook als je samenwoont, heb je gewoon de struggles die deze periode met zich meebrengt. En uiteindelijk, ik kom er heel vaak op terug, is het natuurlijk het allerbelangrijkste om daar dan over te praten. Om goed te communiceren. Herken jij je in een van deze situaties die ik heb omschreven? Laat het me vooral weten. Of beschrijf jouw situatie in de reacties hieronder. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Weet je, woon je samen? Heb je een relatie? Ben je single en snak je naar seksueel contact? Of woon je juist samen en denk je, nou, ik hoef even geen seks hoor. We zitten al zoveel op elkaars lip. Laat het me even weten. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Heel veel succes en stay safe. En tot de volgende keer. Oh. Dit is echt mijn all-time favorite blouse. Ik draag hem letterlijk elke dag. Ik denk dat iedereen wel zo'n favoriete quarantaine kledingstuk heeft. En het boeit natuurlijk ook geen reet dat je iets elke dag hetzelfde aan hebt. Want je hoeft toch niemand te zien.